Hallo, hallo. Oh jongens, dit is wel echt erg hoor. Het is maandag, het is 11 uur. Ik lig nog steeds in mijn nest. Jor had de kinderen naar de crèche gebracht. En ze aangekleed, gevoed. En hij heeft Noah meegenomen, die is ook naar zijn werk. En ik lig hier nog steeds. Ik ben niet vooruit te branden. Wat ik vorige keer ook in mijn weekvlog al zei. Ik ben de laatste tijd gewoon echt ontzettend moe. En ja, Wil is met de jongens ook thuis. Die heeft natuurlijk mijn vakantie. Dus ik heb zelf ook zoiets van. Pff, ik ga deze week ook echt alleen het hoognodige doen. En ik ga deze week ook even iets wat rustiger aandoen. Dat merk ik aan mezelf ook met een aantal dingen. Ik moet natuurlijk wel een aantal dingen doen voor mijn werk. Maar ja, ik heb ook gewoon echt zin om echt extreem rustig en langzaam aan te doen, merk ik. Ik ben gewoon moe. Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon moe van alles, denk ik. Van afgelopen. Wat is het? Jaar. Nou ja, anyway, het zal jullie wel even gek zijn om mij zo te zien met mijn nieuwe haar. Ik moet het zo meteen nog even stylen. Want ik heb zo'n aantal dingen op de planning die ik moet doen. En ik kom erachter, Wil zou misschien nog bij een call aanwezig zijn. Ik was alweer helemaal vergeten dat jullie gezegd dat we die nog hadden om 2 uur. Dus ik moet ook echt wel een beetje mezelf een beetje op gaan maken en nog wat dingen aanleveren en zo. Dus ik heb ook echt nog wel wat te doen. Maar goed, voor nu denk ik geniet hier even lekker van. Vanavond ben ik toch ook weer alleen met de kids. Moet ik de hele avondroutine ook weer zelf doen. Dus ik ga me ook niet schuldig voelen over het feit dat Jor alles vanmorgen gedaan heeft. Hè? Even mezelf, mijn mom guilt van mezelf afpraten. En ja, ergens voel ik, stom is dat dan, hè? Want nu voel ik me eigenlijk ook wel schuldig. Denk je, ik heb gewoon 11 uur in mijn nest gelegen. En ik was om 9:30 wakker. En ik heb daarna echt 1,5 uur doelloos op mijn telefoon gezeten. En dan voel ik me bijna schuldig. Dat ik dan voor mijn gevoel echt heel lui ben. Terwijl ik nu echt zoiets heb van. Ja, dag. Ik zou wel eens willen dat ik dat dan minder heb of zo. Weet je wel? Dat ik ook echt oprecht van kan genieten. Ik ben hier een beetje rood trouwens, maar dan kom dat ik hier heb zitten krabbelen. Ik ga me eerst maar eens eventjes opmaken en even douchen. Want man, ik zit hier echt in bed te stinken. Maar ook gewoon echt letterlijk te stinken. Dat ik denk, jeetje, wat een lucht. Echt, ik ben gewoon verrot van binnen. Zoals mijn vader zou zeggen, ik word misselijk van mijn eigen lucht. Dat heb ik ook een beetje. Ga nu even douchen. Nou, huisvrouwen game on point zou ik zeggen. Ik doe even dit in de vaatwasser. En dan kan die nog even lekker ontkalken en ontvetten. En dat is wel hard nodig, want van het weekend liep die helemaal vol. Dus we moesten hem eventjes zo smerig met je handen van dat vette water die shit schoonmaken. Dus ik dacht, ik ga nu even dit er even doorheen gooien. Hij spoelt gelukkig weer door. En ik ga even lekker een latte maken met havermelk. Vorige keer via mijn Insta hadden jullie deze aangeraden. Ook ik had eerst eentje van Alpro Soja die ik ook wel echt lekker vond. Dus ik ga deze nu eens eventjes proberen. En dan doe ik er zo meteen nog even een nieuw wasje in. Gaat die ene even in de droger. Dan staat de vaatwasser alvast te ontkalken en te ontvetten. Ik maak even wat eten en dan heb ik zo meteen even een meeting gezellig met Sel en haar assistenten. En een heel leuk kledingmerk. En ja, dan gaan we dat eerst maar eens even doen. En daarna ga ik nog wat previews aanleveren. Mailtjes heb ik net al gedaan. Dus ja, we zitten werk. De werk/luierdag er weer een beetje op. Nou ja, luierdag alsnog vind ik wel weer dat ik echt veel in het huishouden heb gedaan vandaag. Ik ga ondertussen even filmen hoe ik deze havermelk vind smaken. Hè? Want iedereen had hem aangeraden. Zal ik op de gram laten weten wat ik ervan van vind. En zo. Grappig hoe totaal wat beeld weer anders is dan de vlogcamera ook. Hè? Die kleuren en zo. Oh, fuck.
verkeerd. Dit gebeurt ook zo vaak, hè? Niet normaal. Wat wil ik ook doen? Oh ja, hands-free natuurlijk. En tray. Ja. Als mijn oudere zussen dit zien, zeggen altijd, je zit zo vaak aan je haar. Ja, dat klopt ook echt, ja. Oké, jongens. De verdict hoe lekker deze havermelk is. Gaan ze even proberen. Hij schuimt in ieder geval wel goed. En het lijkt wel iets beter dan die andere qua schuim. Ja, lekker. Ik vind niet per se dat hij dan lekkerder is dan die andere. Die vind ik namelijk ook lekker. Maar hiervan denk ik, nou. Nee, smaakt ook goed. Helemaal top. Ik vind er ook echt amper verschil in zitten. Ja, nogmaals. Ik vind het zelfs veel lekkerder. En er waren ook heel veel vragen van mensen die zeiden, waarom zou je dat doen? En toen zei ik, nou, het heeft sowieso veel meer gezondheidsvoordelen. Dat heb ik ook wel eens gelezen voor mensen met een trage schildklier sowieso. Maar het is ook gewoon beter voor dierenwelzijn en uiteindelijk voor het klimaat. Zo. Dat is raar, hè? Hier stoppen we nu en deze gaat lopen natuurlijk door. Maar het is misschien wel grappig om dat te zien. Voor jullie. Veel lekkerder. Oh, het geluid is wel kak. Waarom zou je dat doen? En toen zei ik, nou, het heeft sowieso veel meer gezondheidsvoordelen. Heel goed was gelezen voor mensen met een trage schildklier. Nee. Oké, nou, zo gaat het. Dus ja, het is ook wel eens goed om de real deal te zien, hè? Nee, het geluid is kut. Dan komt denk ik omdat hij zo ergens op staat. Ga ik het toch zo doen. Nou, first impressions wordt het dan al niet meer. Maar goed, ik neem gewoon een slok. Ik heb net een slokje genomen. Even bewijs voor jullie. Hè? Zo, ik heb mijn vier stories volgeluld. Bewijs voor jullie, hè? Ja. Veel beter geluid. Nou, echt super lekker ook. Ik vind hem niet per se lekker. Nou, en dan ga ik het ondertitelen, dit. Echt een kaakklus is dat. Maar we doen het maar gewoon. Dat was weer een leuke call. Ik zie ook nog net dat ik de helft van mijn boodschap ook nog op moet ruimen. Dus het gaat weer geweldig. Nou, ik hou er ook juist van om dat niet perfecte ook wel eens te laten zien. Want dat gebeurt bij mij lekker nogal vaak. Oh ja, ik zal zo meteen een nieuwe was erin doen. Ik moet nu nog eventjes iets aanleveren voor een klant. Daar ben ik alweer te laat mee. Dus ik moet nu snel haasten, want het is al lekker licht. Nee, dat is niet zo. Ah, ik ben er weer. Echt deze camera, jongens, verschrikkelijk. Nou, hele leuke meeting gehad. Gezellig, leuke brainstorm sessie gedaan. Daar word ik altijd zelf heel vrolijk van. Lekker creatief bezig zijn vooral. Nu nog even verder met een andere campagne. Opsturen dan. En dan is het alweer 5 uur. En dan moet ik toch al langzaamaan de kinderen weer halen. En jongens, mag ik even klagen? Oké, de klaagmuur. Jullie mogen ook allemaal een keertje klagen in de comments. En het positief afsluiten natuurlijk. Want dat is ook wel eens goed. Hè, anders blijven we allemaal in het geklaag zitten. Maar even klagen. Mijn klaagzang van deze week is... Die fucking bakfietsen van ons. Die duren maar echt... Eeuwen! Ze zouden eigenlijk 2 weken geleden al bezorgd worden. Nou, dat is weer niet gebeurd. Ze hadden ons ook helemaal niet op de hoogte gesteld. Dus ik moest er ook zelf achteraan. Daar heb ik altijd een ontzettende hekel aan. Dus ik zei, wat is hier de bedoeling van? En dan zei ze van, er zit 4 weken extra levertijd op. Nou kregen we wel compensatie. Maar hoor dit, vond ik ook echt geen goede compensatie. Want we hadden 2 bakfietsen besteld. Nou, dat is best een behoorlijke duit. Maar dat hebben we er helemaal voor over, want ik kan echt niet wachten. En ik wil ook een van de auto's ook weg gaan doen. Omdat die bakfiets komt. Dus ook hartstikke goed voor het milieu. Hè? Maar ze hadden gezegd, ja, je krijgt een compensatie op je accessoires. €50 per order. Toen zei ik, ja, daar koop je dan echt net niks voor. Ik zeg, en B, dan had ik net zo goed 2 verschillende orders kunnen plaatsen. Want dan hadden we per bakfiets een compensatie gehad. Nu krijgen we dan voor 2 bakfietsen. En nou, daar betaal je echt al €4000 per stuk voor of zo. Compensatie, ja, vond ik dus achterlijk. En zo zie je maar weer, hier heb ik dus echt zoveel van geleerd, juist door zelf ondernemer te zijn, dat je af en toe gewoon je bek open moet trekken. En ik hou er ook niet altijd van hoor, maar dat hele spreekwoord of die uitdrukking van brutalen hebben de halve wereld, dat past wel. Ik ben voor een heel groot deel altijd heel bescheiden en heel coulant, weet ik veel wat. Maar toen ik dit hoorde, dacht ik, ja, je hebt me A niet op de hoogte gesteld. Ik moet er zelf achteraan. Krijg ik allemaal verschillende rare mailtjes met wanneer die fiets bezorgd dan gaat worden. Toen zei ik ook van, ja, ik vind het gewoon onzin. Ik zeg, ik wil gewoon die compensatie per bakfiets en niet per order. Dus nou ja, dat mocht. Dus dat scheelde wel veel. Hebben we ook nog kussentjes uitgekozen voor in die bakfiets. Alsnog moesten we dan wel €40 bijbetalen. Maar het scheelde wel aanzienlijk, want die kussentjes waren €70 of zo nog. En nu kregen we dan €50 compensatie. Beide. Dus uiteindelijk heb ik €40 moeten betalen. Dus nou, ik vond het wel netjes in plaats van 140.
Dacht ik, nou oké, okay, dat wil ik dan nog wel doen. Jorik zei meteen weer, nou ik had ze gratis geëist. Dan zeg ik, ja zo ben ik dan ook weer niet. Want ik denk van, nee, want ik gunde ze gewoon ook wel dat. En in principe is het al heel fijn als je compensatie krijgt. Dus nou ja, ik ben dus deels nog wel een beetje, ik zit een beetje in het midden, zeg maar, wat betreft onderhandelen. Ah, Hepie en Hepie zijn ook weer thuis, zo noem ik ze altijd. En Mike trekt zo weer schoenen even uit. Lukt het? Ja. Gelukkig. Nou, zij kijken even een filmpje en ik ga even bezig met het avondeten. En dit is het rommelhok. Met andere woorden, het moet echt weer eens opgeruimd worden. Sowieso moet die box eigenlijk weg. Het is zo lekker makkelijk om zooi in te gooien. Dit is trouwens echt een leuke aanrader. Dit zijn boxballonnen van de Albert Heijn. Er zit een elastiekje ook aan. En dan kun je echt zo lekker tegenaan rammen. Ze vinden het helemaal geweldig. Die twee hebben ook echt altijd de grootste lol met elkaar. Zo grappig. En ik ben dus bezig met koken een volkoren spaghetti met een zelfgemaakte pasta saus. Ik ga dit zo meteen eventjes in de blender gooien samen met wat uien en knoflook. Ik ben heel benieuwd, hè? Dat is echt op gevoel. Ik heb geen idee of het lekker gaat worden. En dan ga ik er apart falafelballetjes bij bakken. Nou, volgens mij is het zelfs vegan wat ik maak. Dus jongens, 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 prop voor mezelf. Props voor de huisrokken. Nou ja, in ieder geval, we gaan zien of dit te nassen is. Hè? I'll keep you updated. En voor mezelf doe ik er dan nog wat extra zongedroogde tomaatjes doorheen. Leek me wel lekker. Zo, wauw. Dat ziet er toch wel echt smakelijk uit. Altijd als ik dan zoiets maak, gewoon zelf pasta saus, denk ik, waarom koop ik het dan nog in een pot, weet je wel? Want het is zo, ja, gewoon zo lekker om dat gewoon zelf te maken. En zo simpel eigenlijk. Ik heb nog zelf voor mezelf zongedroogde tomaatjes toegevoegd. Niet voor de kinderen, die houden niet van. Met extra basilicum. Aanvallen! En voor wie zich afvragen of mijn kinderen het dan ook lekker vinden, nou, dit is Zoe. En dit is Mike, dus dat gaat fantastisch, not. Pyjama aan, kaarsjes aan, alles opgeruimd, thee, kinderchocola. Nu lekker even een serietje kijken. Daar is mijn vrolijke zonnetje weer. Lekker neplach ook. Hallo, ga je bellen met mijn telefoon? Hé, hey. Lekker bellen. Daar zit die andere lieverd. Wil je daar zitten? Grappig, ze gaat echt steeds meer praten. Hoor je dat? Hier zitten, zegt ze dan. Zo grappig. Nou, hopelijk belt ze niet 112 nu. Hè? Wat zeg jij? Zeg je dan? Hallo. Ach. En we zijn laat. Niet normaal. Mike is eigenlijk altijd onze wekker. Want die wordt om 6:45 standaard wakker. Zul je net zien op zo'n dag dat ik het eigenlijk al wel druk had. Want ik wilde nog even opruimen. Voor de schoonmaak kwam. Maar die werd om 8:00 wakker, Mike. Dat doet hij echt nooit. Dus ik had echt zoiets van, shit, we moeten nu snel zijn. Ik heb geen idee ook hoe laat het nu is. Jor en ik hebben echt Soef. Die gaat ze zo meteen wegbrengen en die neemt Noah mee. En dan moet ik hier als een haas even op gaan ruimen. Althans, even kijken wat ik op ga ruimen dan. Maar laten we zeggen, dat moet ook nog gebeuren. En dan komt Wil. Ik heb lekker echt een ontzettend gabbere Piet hoofd. Zo. Ik krijg mijn haar natuurlijk amper nu vast, omdat het zo kort is. Maar we gaan vandaag naar huidtherapeut Manon. Dus onze huid moet ook helemaal schoon blijven. Ik heb alleen dagcreme op. Zin in. Maar ook, denk ik, ik hoop niet dat ze gaat laseren. Echt, ik beval nog liever. Nou goed, ik zie jullie zo meteen als Wil er weer is. Te vroeg. Precies, met Wil ben je altijd te vroeg. We hebben nog wel tijd om een visje te halen eigenlijk. Alleen als die excursie wil je dat misschien niet meer. Maar. Nee, dat is waar. Dat is inderdaad. Ja, hey, maar ik ben niet ineens vegan als ik die excursie gekeken heb. Nee, dat hoeft ook niet. Ik hoorde ook laatst iemand die zei dat het weer een hele omstreden documentaire was volgens bepaalde type wetenschappers. Ja, oh, het is lekker donker ook hier. Ja, sorry. Dit is niet het moment. We zijn in de parkeerplaats. Wat is die druk? Alsof iedereen gewoon lekker aan het shoppen is. Het is toch ook vakantie, of niet? Ja, dat is het. Maar anyway, we zijn bij Manon, bijna, en onze huid wordt weer lekker gepijnigd. Ik ben heel benieuwd. Ik wil in ieder geval niet dat het een laserbehandeling wordt, want daar heb ik echt helemaal geen zin in. Dat vind ik echt verschrikkelijk, wat ik ook al vanochtend zei, ik beval nog liever. Oh. En dan gaan we daarna weer terug en hebben we nog een call met onze accountant, geloof ik. En dan is de werkdag weer voorbij. Dat is ook echt weer een... Oh, echt. Wat een slappe werkdag was het ook weer, zeg. Oh man. En we hebben even vanochtend het schema zitten bekijken van onze kinderen als Mike straks naar school gaat, hoe het dan moet. Nou, we zijn er denk ik uit. Maar dan moet ik wel inderdaad een crashdag wijzigen in de hoop dat dat kan. Dus nou ja, we gaan het zien. Maar oh, het is wel een geregel. Wij dachten alleen maar, oh, lekker makkelijk als ze lekker op de basisschool zitten. Nee. Maar zo makkelijk is dat qua planning eigenlijk helemaal niet. Nee, echt niet. En we moeten ook echt die vakanties gaan fixen voor onszelf. Ja. Ik merk het nu, zeg maar, ja. Ik heb mijn vakantie met de jongens.
Ja, eigenlijk moet je gewoon zorgen dat je de hele vakantieperiode zo min mogelijk hoeft te doen. Ja. Want dit was helemaal niks. Het is voor je jongens ook leuker als je dan ook echt een beetje vrij bent. Als je moeder er dan ook gewoon Dat gaan we nu ook een beetje merken. Dat we denken, ja, nu die jongens dan straks natuurlijk allemaal... of in ieder geval dat de mijne ook naar school gaat en die van jou. Dan ga je het ook helemaal merken dat je denkt... Hè, kijk, nu kan ik nog deels dingen opvangen als wil ook... Zeg maar, nou ja, vakantie, semi-vakantie heeft met de jongens, zeg maar. Maar straks gaat dat gewoon niet. Dus nee. Dat is voor ons wel echt een nieuwe fase ook in ons bedrijf, denk ik. Ja. Maar dat is wel grappig, zeg maar. Dat gelukkig hebben we de kinderen vrij dicht op elkaar gekregen. Want ik heb dan nu Jelle bijna anderhalf jaar, straks twee jaar naar de basisschool. En als jij dan Mike straks weer hebt, dan trekt het ook weer een beetje recht. Ja, dat merk je wel weer een beetje. Je denkt, ja, als hij straks naar de basisschool gaat, dan weten we weer een beetje hoe dan dat... Dan zitten we weer een beetje op de same page. Met, zeg maar, hoef jij ook niet schuldig te voelen. Dat vind ik een heel lekker idee. Dat ik gewoon 6 weken zomervakantie heb met de kinderen. En 2... Nou, niet dat je dan echt vakantie hebt trouwens, maar... 6 weken? Ik zit er nu al tegenop. We zijn weer thuis. En de meeting is al begonnen, dus ik schuif snel aan. Oh, ik ben zo blij dat ik naar mijn non ben geweest. Mijn huid ziet er echt serieus veel beter uit. Kijk nou, van nature gewoon een glow. Oh. Ja, het was echt wel weer nodig, zeg. Ik merkte het echt heel erg aan mijn huid. Vreselijk. Inmiddels is 6:10. Ik ga de kinderen halen. Ik heb gelukkig nog spitskoolstampot van gisteren, dus dat scheelt. Daar zijn ze weer. Wat is dat, zeg je? Een klein druifje? Ja, deze kleintje. Mag eens kijken. Oh ja, dat is een heel mini druifje. Maar die is nog niet volgroeid. Geef maar aan mij. Die kun je niet eten. Geef maar aan mama. Wat heb jij ook lief? Zoe druifjes gegeven? Ja. Lief van jou, zeg. Oh. Wat is dat? Jak. Jak? Oh! Een gekke druif. He? Nou, in ieder geval druifjes gaan we zo meteen lekker even eten. En, rapapa, we hebben eindelijk een nieuwe oven gekocht. Mama, ja. Ik heb een gatje in. Zit er een gat in? Ja, en als het goed is, gaat Jorak die zelf morgen inbouwen. Het zal mij benieuwen. Want wij hebben beide 2 linkerhanden, dus dat wordt nog wat. Maar ik zou het wel weer heerlijk vinden als ik dit weekend eventjes leuk, lekker croissantjes of zo. Papa? Ik heet geen papa. Papa. Nee, mama. Papa. Mama. Papa. Mama. Papa. Nee. Ik doe wel. Nee. Mama. Mama. Ja! Jor heeft een nieuwe inbouwoven erin gezet. Oh, en ik ben er blij mee. We zijn geen magnetron zitten meer op, want ik wilde geen combi oven. Het is geen magnetron, maar wauw. Het is echt zo'n mooi ding. Hij is van de AEG. Wat zei je, lieverd? Ga je ook pakken? Ja, ik ben even falafelballetjes aan het bakken voor mezelf voor de lunch. Maar kijk, wat een tof ding. Heel erg fijn. Ga je naar je duidelijk toe? Nee, lieverd, ik blijf nu bij jou. Ga je dan naar tante Leeuwtje? Cool. Nee, schat, ik ga ook niet naar tante Wil. Nou, in ieder geval zitten. Nee, schat. In ieder geval zit er gewoon heel veel functies op en gewoon echt heel blij mee. Ik moet nog wel even kijken hoe die werkt. Er zit echt wel van alles en nog wat op. En deze immense puinhoop opruimen. Echt wauw. Gisteren is gewoon de schoonmaakster geweest. Dat echt dat je denkt, je ziet er niks meer om. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk, maar je snapt wat ik bedoel. Heb je vandaag een pyjama dag? Deze dag behoeft koffie. Heel veel koffie. En ik denk dat ik Mike maar gewoon lekker heel dag zijn pyjama laat. Hij heeft zelf geen zin om zich aan te kleden. En ik heb geen zin om er moeite voor te doen. Nou, kokos macaron, ga je me even helpen? Ha! Kom, wij moeten dit eventjes... Kun je het ziekenhuis in kan? Wat ga ik? Ja, wat? Hé, kijk, hier is er iets. Kijk, we gaan even doen. Mike, doe even normaal. Wat is dat gegooien met dat meubilair de hele tijd? Oh, we moeten de rits even zoeken. Waar is de rits? We gaan even de hoestraf halen, want die moet echt even in de wasmachine. Waar is de rits? Nou, doen we even omdraaien, denk ik. Denk je ook niet? Zet de lamp maar even hier weer, deze kant op. Kunnen we hem even omdraaien. Een gevaarlijke lamp deze. Oké, even kijken. Waar is de rits? De rits. Is dit het begin van de rits? Oh jongens, het is een leuk ding, maar het is een ellende. Hoe moet de was? Aan de andere kant zit hij. Wow! Hij zit helemaal op jou. Nou, kom. Andere kant. Daar is hij. Andere kant. Nu heb ik jou. Ja, inderdaad. Nu hebben we hem. Oh, hij is wel vies, jongen. En die onder ook, zeg. Jeetje, Mina, wat een smerige hoes. Ja. Oh, wat een ellende, Mike. Oh, en een ellende. Oh, hij zit op mij. Ja, komt onder mij.
oppassen voor de lamp ook. Nou, doe maar. Schuif hem maar uit. Omhoog. Ja. Nog een keer omhoog. Helemaal naar het einde. En dan moeten we hem even eruit halen. Ja, want deze hoes moet in de was, hè? Want die is vies. Hoe? Gaat het? Goed zo. Heel goed, Mike. Dat jongen. En ik krijg er echt elke week vlog nog steeds vragen over, merk ik. Waar deze van is. Hij is van dit merk. Vetzak. V-E-T-S-A-K. Als je googelt vetzak, dan kom je er vanzelf. Dus we hebben gewoon een officiële webpagina. Deze moet nog een beetje hoger. Nog een beetje hoger. Je kunt ook verschillende hoezen kopen. Dus als je een keer een interieurverandering doet, hoef je hem niet gelijk weg te doen ofzo. Dan koop je gewoon een ander type hoes. Dat is mijn idee. Of als ik mijn interieur een keer qua kleuren ga veranderen, dan wil ik denk ik een grijze fluffy hebben. Maar het is dus wel gewoon, ja, het is echt een ideaal ding. Kijk, en dit zit er dus in. Het is echt een soort van veredelde zitzak. Maar het is wel echt luxe hoor. Want het zit echt allemaal van deze. Ik heb hem nu denk ik al bijna een jaar. En hij is nog steeds echt zo dik en fluffy. En je kunt ook volgens mij nieuwe vulling kopen ervoor. Maar het is echt nog niet nodig. Alleen die hoes, ja, die hoes wordt gewoon sneller vies. Maar dat komt ook omdat Noah er wel eens stiekem op zit. En daar is hij vooral heel vies van. Maar goed, dat is wel even een werkje. Maar het is wel weer lekker als het gebeurd is. Want dan heeft hij ook weer even een betere vorm. Want op een gegeven moment verliest hij een beetje zijn vorm. Dan wordt hij niet meer echt zo als een stoel. Maar dan wordt het echt één grote dikke, ja, zak eigenlijk. Terwijl het eigenlijk meer een luie stoel zou moeten zijn. Dus dat vind ik wel een beetje een nadeel. Daarom is het ook wel handig om af en toe het ding te wassen. Want dan kan ook die zitzak weer een beetje meer een stoelvorm aannemen. Dus dat is wel even iets om rekening mee te houden. En dit is een L trouwens. Dus een hele grote. Mike en ik zijn even bezig met achterstallig onderhoud, hè, Mike? Zoals de zitzakhoes verschonen, maar ook dit, hè. Ook even jouw stoel eens een keer verplaatsen. Die staat ook al sinds Juttemus helemaal recht. Even kijken. Past jouw hindersleutel erin? Voor mij niet. Mag eens kijken. Die hebben we wat kleiner, hè. Heb jij anders met die grote? Ja. Oh, die heb ik al erg strak ingedraaid. Wat zeg je? Die heb ik al erg strak ingedraaid voor een keer, zie ik. Want het zijn van die klusjes. Het is eigenlijk zo simpel. Maar ik doe het echt. Ja. Yeah. Ik heb echt de tijd er niet voor nemen. Nou, dat ziet er goed uit, Mike. Hè? Dat hebben wij samen gedaan. High five. Nee? Laat me hangen. Nou, wat een goede high five, man. Lekker slap. Een echte wil ik. Een echte. En nu de hoes naar boven, oké? Okay? Let's go. Past hij erin, jongen? In de wasmachine? Ja, dit is echt veel te groot. Veel te groot? Echt? Wat is dit voor knopje? Daarmee krijg je de deur dicht. Zullen we dat even lekker laten? Kom maar. En doe er maar in. 1, 2. Hoppakee. Nou, duwen. Kom op met al je kracht. 1, 2. Superheld. Oh, erin. Nog een keer. Moet ik helpen? Ja. Je bent ook een superheld, mama. Oké, okay, jazeker ben ik dat. Ik ben supermom. Ik ben super Mike. 1, 2. Nou, duwen. Ja. 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 Tot zover het mantra. Ik doe lekker niks vandaag. Gisteren was die nog empty. Maar vandaag niet meer. Kindjes op bed, Joris de hond aan het doen. En nu staat dit me nog te wachten. Let op. Oh, wat heb ik hier een zin in, zeg. Om dit op te ruimen. Ja, geweldig. Ja, nou echt zin in. Zoveel zin in. Ik sta te springen, echt gewoon. Ja, la, 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 la. Lekker de keuken opruimen. Ja, la, 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 la. Nee, inderdaad geen zin in. Maar het moet toch gebeuren. En zoals je ziet gaan de schoonmaakmiddelen hier ook lekker. Inmiddels hebben jullie deze wel gezien. Als je onze vrijdagvideo's tenminste bekijkt. Bij de niet lullen maar poetsen video's. Dit is het schoonmaakmiddel van Zebra. Echt heel chill. En onze schoonmaakster gebruikt het ook echt heel graag. Zoals je ziet is deze al bijna leeg. Dus ik ga zo meteen opruimen en de boel eventjes schoonmaken hiermee. Maar wat ik jullie eigenlijk nog even wilde vertellen is dat ik ook altijd een flesje nu van Deinfectol van Zebra op de wc heb staan. Vind ik super handig. Kan ik gewoon met een papiertje even snel de bril afnemen. Daar is die echt ideaal voor.
En ouders met zindelijke kinderen die weten hoe fijn het is als je gewoon zoiets dergelijks op de wc hebt staan. Ik vind deze Deinfecto van Zebra echt super chill. Je doet gewoon met een papiertje even snel over de bril heen of even de deurknop. En is het gewoon echt weer super schoon. Het ruikt ook echt mega schoon. Maar wat ik even wilde vertellen is dat ze natuurlijk meerdere typen schoonmaakmiddelen hebben. Net zag je die van de keuken, maar je hebt ook Deinfecto. Dat is mijn favoriet. Maar een van mijn favorieten is ook deze multireiniger. En een super goede tip van Zebra is als je nou op vakantie gaat... deze zomer, of misschien wel in de herfst of de winter, naar een huisje of weet ik veel wat. Dit is ook echt ideaal mee te nemen in je koffer. Ik weet niet of jullie dat verhaal of ik dat wel eens verteld heb, maar mijn moeder en mijn zus, en ik dus ook, altijd als wij in een huisje gaan met z'n allen, nemen we altijd gewoon onze eigen schoonmaakmiddelen mee. Want zoals met die huisjes daarvan weet je, het wordt wel schoongemaakt, maar ik vind het nou nooit echt fantastisch schoon. Zeker de wc niet. We hebben ook echt een keer een wc gehad toen in zo'n huisje. Ik weet niet waar het was, in een park in Hoenderlo geloof ik. En dan was de wc ook echt nog helemaal vies. En dan gewoon een beetje zo'n bepaalde kalkrand waar echt een beetje van het oude... Ja, ik weet niet. Ik gok dat het een beetje ontlasting was of zo wat achter die kalk bleef hangen. Het was in ieder geval vies. Nou, hebben we echt helemaal schoongemaakt en de hele week gewoon echt flink zitten boenen daar ook. Aan het eind van die week was die weer wit, kan ik je vertellen. Dus dit vind ik ook dus echt een rete goede tip om dit dan mee te nemen op vakantie. Het is natuurlijk gewoon makkelijk om in je koffer te doen. Super simpel en het voelt gewoon net even wat lekkerder en extra schoon in zo'n vakantiehuisje. Ik ben echt niet iemand met smetvrees, echt absoluut niet. Maar met zo'n huisje vind ik het stiekem wel fijn om zelf nog eventjes kort snel aan de slag te gaan. Ja, ik heb het in ieder geval van mijn moeder echt geërfd om dat te doen. Want ja, juist dankzij haar en dankzij mijn zus, omdat zij dus altijd zo'n schoonmaakmiddel meenemen, heb ik tegenwoordig ook dat ik denk, ik haal er nog even een doekje overheen. En ik heb nu natuurlijk al een tijdje de schoonmaakmiddelen van Zebra in gebruik. Mijn favorieten zijn denk ik ook wel deze twee, de multireiniger en de Deinfecto. Ik denk dat dit mijn grootste favoriet is. En deze hele maand mei hebben ze echt een super toffe actie bij Zebra, namelijk 3 plus 3 gratis of 6 plus 6 gratis. Dus dat scheelt nogal wat. Mocht je denken naar aanleiding van onze video's van ik wil het wel eens proberen en mijn schoonmaakmiddelen eens op. Ik kan je echt de sprays van Zebra aanraden. En ik blijf ook extra lang lullen tegen de vlogcamera. Oh, een lekker uitstelgedrag. Nee, Tien, je moet nu toch echt gaan beginnen. Here we go. Tadaa. Oh, het ruikt wel heel lekker fris. Nu nog even deze kant. En dan zijn we al klaar. En dan is het ook alweer bijna weekend. Niet normaal. Kijk, dat bedoel ik dus met snel droogt. Echt 5 seconden later en het is al opgedroogd. En het ruikt ook echt heerlijk fris. Daarom kun je echt wel merken dat het echt hele professionele schoonmaakmiddelen zijn. Zo relaxed. Kijk dan. Dus nogmaals, mocht je het een keer willen proberen. Deze maand mei alleen 3 plus 3 gratis en 6 plus 6 gratis. Heel erg fijn. En ik heb de vaatwasser net aangezet. Dat betekent dat ik als een haas een kopje thee moet zetten met mijn kokend waterkraan. Want die twee zitten op dezelfde afsluiting. Als in andere woorden, als mijn vaatwasser aanstaat, dan kan ik niet altijd een kopje hete thee uit de kraan halen. Want dan blokkeert hij. Dus dat kan alleen echt in het begin. Dus nu moet ik mijn slag laten. Eens even kijken wat we doen. Nou, no rekening, maar ik heb niet heel veel andere keus meer namelijk. Ik moet maar eens even boodschappen doen. Wie zou je meenemen naar de maan? Helemaal niemand. Ik vind het een heel naar idee om naar de maan te gaan. To the moon. To the moon and back. Ik ben geen Elon Musk. Hoe heet die vent ook alweer? Elon Musk? Elon Musk? Dutch coin. Haha. Nee hoor, de maan moet lekker de maan zijn. Zonder mensen erop. Goedemorgen allemaal. Nou is het lekker in de mand. Ik heb voor Noah lekker een nieuw kussen besteld. En een nieuwe riem en een nieuwe halsband.
Hè? En wij gaan ons even klaarmaken. Of nou ja, laten we het zo zeggen. Zoe is al klaar. Maar Mike zit ook nog in zijn pyjama. En ik ook, want die heeft nooit zin om aan te kleden. Het is wel echt makkelijk aan een kind wat een jaar is, hè? Die heeft gewoon niks te zeggen. Dat doe je gewoon. Ja, schat, jij krijgt ook een flesje. Even wachten. In het kader van de geëmancipeerde badass bitch mag ik even een applaus voor mezelf. Met behulp van Jorik, dat moet ik er wel bij zeggen. Heb ik de auto gestart met de accustarters. Doodeng, maar het is gelukt. En toen ik ermee bezig was, dacht ik wel meteen... Eigenlijk best leuk, dit soort dingen met de auto. Een beetje zo sleutelen. Het is dat ik er geen ene reet van weet. Maar het is wel fijn dat dan dit me gelukt is. Als je het eenmaal één keer gedaan hebt, is het eigenlijk super makkelijk. Dus het is fijn dat ik weet hoe dit moet. Nou, en mijn schoonmoeder zal ook blij zijn dat de auto het dan nu weer doet. Want hij deed het niet toen ik weg wou. Dus geweldig. En ik had al zo'n drukke dag. Kun je nagaan. Dit heeft weer een half uur tijd in beslag genomen. Even met Noah nog lopen. Voordat ik echt aan de slag ga. Even naar onze postbus. Kijken of er wat in zit. Ja, dat dacht ik al. Oh. Kijk, tadaa. Beetje saai zo, hè, zonder wil. Maar goed, ik heb nog wat pakketjes binnengekregen. Ik ben dan weer de hele tijd aan het werk. Eens kijken. Willemijn en Siep is dit. Oké, ik moet sowieso nog een pakketje bij Wil brengen van onze bakfietsen. De kussentjes, dus dan neem ik die gelijk al voor haar mee. Oh ja, en ik had deze schattige speldjes opgestuurd gekregen. Van een hele leuke vrouw die ook logopedist is. Ik had gewoon met haar een gesprek via de DM. Soms heb ik dat wel eens, een hele leuke gezellige gesprekken. En toen kwam ik erachter dat ze een hele leuke speldjes maakte. Toen zei ik, oh, maak je leuke speldjes? En dat vroeg ik niet met de reden van, mag ik speldjes hebben of zo? Want anders had ik sowieso gekocht. Maar die zaten ook in de postbus. Superleuk. Ik zal ze even scherp stellen. Kun je ze even zien? Die maakt zij, doet ze eigenlijk naast haar baan als logopedist, doet deze leuke dame dat. Ik ben even de naam vergeten, wat slecht ben ik toch. Oh, ik heb hier de naam nog staan. Ah, ook Willemijn. Dat is simpel. Dus Willemijn maakt deze speltjes. En ja, ik vind het echt super leuk. Ook speciaal voor fijn haar. Dus als je ook een kindje hebt met fijn haar, zou ik zeggen... Misschien zijn deze wel wat. Ik heb ze nog niet uitgeprobeerd. Ik ben benieuwd. Want ik heb nog andere speldjes voor Zoe. Eentje. Die blijft inderdaad niet zo heel goed zitten. Die glijdt er heel snel uit. Dus ik hoop dat deze wel werken. Maar het printje vind ik in ieder geval wel super leuk. En ze heeft nu ook madeliefjes, zag ik. Die zouden heel erg leuk zijn met die madeliefjes. Goedjes. Oké, jongens. Ik ga even verder. Poeh. Lange dag gehad, jongens. Inmiddels is het alweer 9:45. Ga lekker op de bank zitten. Kopje thee. En Jor heeft heerlijke bananenpannenkoekjes gebakken. Ik weet niet precies wat voor type pannenkoekjes het zijn. Het zijn volgens mij geen ei-banaanpannenkoekjes, maar het waren banaanpannenkoekjes. I don't know. In ieder geval ga ik lekker opvreten en ik zorg op de bank. Ik zie jullie morgen weer. Zo, jongens. Hallo. Ik ben niet gewend van jou, dametje. Het is echt een uitslaper. Normaal zijn we 9 uur wakker of zo. Het is nu 5:30. Gadverdamme. Maar Jor en Mike lagen nog zo lekker slapen. Ik kreeg er niet meer in slaap. Ik denk, nou ja... Dan maar wakker worden. Dus ik heb lekker die irritante kaboomba opstaan. Ik denk dat ik zo meteen even uitgezet als ik kijk, toch niet? Het is wel heel leuk. Ze werd ineens een heel ander meisje. Echt zo grappig. Gewoon omdat hoe ze kijkt en hoe ze praat. En, ze kan ook echt wel veel woorden, viel me ook op. Dus ik denk, oh, zij kan best veel dingen al zeggen. En ze begrijpt echt veel meer dan ik denk. Ja, ijsje. Heb je een ijsje? Ja, lekker wijfje. Dus op zich ook wel weer heel erg leuk. Dat is echt, ja, ze wordt echt ineens weer heel erg groot. Dat is altijd even zo wennen. Ah, kleine wijfie. Ja, nou jongens, ik ga er even lekker een beetje verder. Ja, joh. Ben je er blij mee? Ben je er blij mee met je ijsje? Oh, gevallen. Moet ik je optillen? Oké. Wij gaan op weg naar de... Spelen met de grote tractor. Ja, en Zoe zit er al lekker in. En we hebben een halve pyjama aan, hè. We hebben wel een broek aan, maar we hebben wel alle twee ons pyjama shirt nog aan, hè Mike? Maar Zoe heeft de hele pyjama nog aan. Mama. Ja, want we waren erg vroeg vandaag. En jij hebt nieuwe. Wat heb jij gehad van oma gisteren? Nieuwe laarzen met. Nieuwe laarzen met, ja. Lichtjes, hè? Ja. Ja, gaaf man. Super cool. Dit is wel echt zo leuk. Aan als je nou ja, de rijkdom mag ervaren van meerdere kinderen. Want ik heb nog echt foto's die ik echt nog heel helder in mijn geheugen heb. Waarbij Mike dan hier in precies diezelfde rode Jip en Janneke laarsjes hier zo staat.
En nu zie ik haar en dan denk ik echt wel eens, jeetje, zij is gewoon alweer nu ook die leeftijd. Ik vind het zo hard gaan. En dat komt ook omdat het met Mike nu zo hard gaat. Ik hoor juist dat heel veel mensen zeggen dat het laatste jaar voor de basisschool gaat echt hard. En als ze eenmaal op de basisschool zitten, weet je helemaal niet wat je meemaakt. Dus wat zeg je, schat? Ho! Ho! Maar goed, echt, ja, echt super gezellig zo. Echt leuk. 1, 2, 3! Zo! In de doos! Dat is leuk! Een doos in een doos! Grappie! Ga je lekker, baby? Nee! Nee? Nou, dus het kussen moet nog een beetje opgeploft worden. En dit is dus haar nieuwe riem. Super mooi, kan die zwarte weg tenminste. En ja, past ook goed bij elkaar volgens mij deze. Heel nice. Ik denk dat het nootje wel mooi staat. Oké, nu ga ik als een haas naar de Scapino. Want morgen hebben Willemijn en ik een workout voor Easy Toys. En volgende week moeten we met een personal trainer aan trainen. Maar ik ben oprecht wel trots op ons dat we dat geregeld hebben. Maar ik heb dus echt geen sportkleding meer. Het laatst trok ik het aan. Dat was echt een sportkleding van 10 jaar geleden of zo. Er zit ook al een gat in mijn rating. Ja, dat kan niet. Dus ik moet gewoon nu wat hebben. Maar het is al 4:30. Ze gaan 5:00 dicht. En ik heb gewoon nu zoiets van, als het dan maar zwart is en gewoon past, vind ik het op dit moment gewoon al prima. Want ik had sportkleding besteld. Maar dat komt pas over 3 weken aan. Oh, joegij. Jongens, de camera viel uit bij de Scapino. Ik zal zo meteen mijn buiten even laten zien. Pizza, eindelijk zelf afgebakken in de oven. Dit is een heel lekker variant. Gewoon pizzabodem en dan crème fraîche met een teentje knoflook als basis. En dan courgette champignons en gorgonzola. Love it. Oh, dat was echt heerlijk. Echt zo lang geleden dat we zelf pizza hadden gebakken. Ik ben ook helemaal losgegaan met de boodschappen. We krijgen morgen dan visite. Joris en broer komt even op visite met zijn vriendin. Hartstikke gezellig. Zo, ik heb jeuk, jongen. Deze trui, dat jeukt als een jekko. Gadver, ik heb zo'n hekel aan kriebeltrui. Maar anyway, ik ben dus echt helemaal losgegaan. Ik moest sowieso lekkere dingen kopen. Maar ik heb echt allemaal van die ovendingen, weet je. Afbakbroodjes, croissants, weet je wel. Nou ja, vanavond dan pizza. Ik ga zo meteen appeltaart bakken. Ik heb die oven echt gruwelijker gemist. Anyway, ik laat even snel zien wat ik gekocht heb bij de Scapino. Ik moest een sportkleding hebben, omdat we morgen een workout gaan doen voor Easy Toys. Will en ik. Maar ik zag dit te leuke zwembroekje voor Mike. Ze hadden echt niet veel maten meer. Dit is maat 116. Eigenlijk heeft hij 110 ongeveer. Maar ik vond op zich, dat ik dacht, hij kan nog wel goed aangetrokken worden. En Mike wordt toch echt wel heel groot ineens. Ik dacht, nou, misschien dat hij 116 inmiddels ook wel past eigenlijk. Dus deze vind ik echt super leuk. Als ik dit zie, krijg ik echt zo'n zin om met die gasten op vakantie te gaan. Gewoon echt veel zin in. Nou, sportschoenen. Ja, die had ik nog niet. Het zijn ook echt een beetje van die dunne. Ik denk, ik kan me voorstellen als je echt heel veel moet springen of zo. Weet ik niet zo goed of dit nou echt hele goede sportschoenen zijn. Maar dit zijn hele dunne. Het is eigenlijk voor hardlopen. Maar wil zij nog, want die gaat de workout geven. Die zijn nog, nou, ik zou wel een beetje voor zo'n sportschoen doen met een beetje een dunnere zool. Dus ik heb er eentje met een hele flexibele zool. Prima. Gewoon allemaal bij de Scapino. Volgens mij was ik in totaal 80 euro kwijt of zo. En ik kwam er om 5 voor 5 achter bij de Scapino dat ze daar geen sport-BH's hebben. Toen dacht ik, kak. Dus toen ben ik echt als een idioot naar de HEMA gereisd. En ik was echt 2 minuten voor 5 en ik heb wat uit het rek gegrijd. Heel eerlijk. Geen idee of die maat helemaal goed is. Hier stond in ieder geval op E&F cups en voor zwaar sporten. Het ziet er echt niet uit. Toen dacht ik aan een nutty professor, weet je wel. Met van die oma die zo met de tetten zo loopt te zwengelen. Zo. Nou, dit is eentje dus voor heftig sporten. Dus een EF cup. Ja, we gaan zien of die past. Ik heb echt werkelijk maar geen idee. Maar ik moest een sport BH hebben voor de zekerheid. Omdat ik dacht met die cups van ja, oké. En deze is dus voor medium sporten. En we gaan toch. Dit is. Ja, hier heb ik allemaal even XL van genomen om die member van me in te douwen. Maar even zien hoor. Zo. Kijk, het is gewoon zo'n sport BH. Ja, dat gaat altijd echt waanzinnig sexy. Not. En verder echt heel simpel. Gewoon een zwarte lange broek. Ook bij de Scapino gekocht. Een sportbroek. Helemaal prima wat mij betreft. Zo'n slim fit broek is dit. Met een of ander t-shirt erbovenop. Nou, tada. Ook echt heel erg boeiend. Not. En heb ik dan verder nog wat? Oh ja. Ik heb geen echte bidons. Ik heb lekker zo'n hysterische knalroze neon bidon. Ik ben het helemaal vergeten te vloggen. Maar ik heb gesport. Misschien zie je het niet meer aan me. Maar het was eigenlijk best wel lekker. Oh ja, by the way. Die video van het sporten, die IGTV, die staat op het kanaal van Easy Toys. No spon, whatsoever. Maar Wil had echt een leuke routine verzonnen. Dus mocht je denken, oh leuk, ik wil ook even met iets beginnen. Check dan even dat kanaal. Ik ga nu even appeltaart maken en de visite is er. Dus ik ga even stoppen met vloggen. Dankjewel voor het kijken en tot over 2 weken. Doei doei.